Hoofdstuk 10, waarschijnlijkheid. Ons gaan kyk na afhankelijke en onafhankelijke gebeurtenisse. Gestel jy het 'n sak balle wat 5 rooi en 5 blauw balle bevat. Ons trek ewekansige bal uit die sak, maak 'n aantekeninge van die kleur en plaas dit terug. Dan trek jy nog 'n bal ewekansig en teken sy kleur aan. Die vraag is, wat is die waarschijnlijkheid dat die eerste bal rooi is? Want ons gebruik P vir waarschijnlijk. P dat die eerste bal rooi is, daar is 5 rooi balle, 10 balle in totaal, en dit gee dus vir ons 1/2. Nou sit ons hier die bal terug, en ons trek weer 'n bal, en ons vra wat is die kans dat hier die bal blauw sal wees. Omdat ons die balle teruggesit het, is daar nog steeds 10 balle. En daar is 5 blauw balle. En dit is dus ook gelijk aan 1/2. Nou vra hulle wat is die waarschijnlijkheid dat die eerste bal rooi is. Eerste bal rooi is 5/10. En die tweede bal ook rooi. 1 is altyd vermenigvuldig, so dis maal 5/10. Kom ons noem dit P rooi blauw. En dit gee vir ons 25/100, wat 'n kwart is. Die volgende vraag, vraag 4, vra nou. Is die eerste bal wat rooi is en die tweede bal wat blauw is, onafhankelijk van mekaar? Nou, hulle sal onafhankelijk van mekaar wees as P van A en B, as A en B nou die twee gebeurtenisse is, gelijk is aan P van A vermenigvuldig met P van B. Dit is die voorwaarde vir onafhanklike gebeurtenisse. En ons weet dat P van A en B is 1/4. En ons weet dat P van A maal met P van B is gelyk aan 1/2 maal 1/2. Wat natuurlijk ook gelijk aan 1/4 is. 1/2 vermenigvuldig met 1/2 is ook gelijk aan 1/4. En die twee antwoorde is dieselfde, wat beteken dat hier die twee gebeurtenis is dus inderdaad onafhankelijk van mekaar.